paar geklutst met een scheutje melk, een beetje peper en zout in de pan. Dus of ik maak een omeletje, of ik jaag een paar kippen de stuip op het lijf. Ja. Zo, opa, ik vergeef het je, het is nog vroeg. Hey, ik heb niet zo honger hoor, ik neem alleen maar wat toast. Onzin, jij eet een behoorlijk ontbijt. Ja, moeten je ouders wel denken als ze terugkomen. Ze vinden twee uitgehongerde gaaswegdoes, twee uitgehongerde scharminkeltjes. Uitgehongerd, opa, hier in dit huis. Ja. Zelfs de mussen in de tuin die zijn veel te vet. En de spreeuwen die wegen ieder 14 kilo. Ja, ze zitten iedere ochtend onder mijn raam te kwekken over het jojo-effect. Ja. Zoals Rick al zei, het is nog vroeg. Ja, opa, geef maar Anna de portie maar, want vandaag komt onze nieuwe voetbalcoach. Dus dat wordt afknijpen geblazen. Ja, het is een echte slavendrijver, heb ik gehoord, hoor. Kikken. Heel goed. Goeie, sterke leider. Dat inspireert de ploeg. Ja, het brengt loyaliteit en vastberadenheid onder het manschap. Louis van Gaal en Rinus Michels, de echte ijzervreters. Die zijn het verschil tussen winnen en verliezen. Daar heb je hem weer, hoor. Stem Henri Buijs voor een krachtig minister-president. Ja, ja. Maar je ziet wat er gebeurt zonder sterke leider, hè? Wat krijg je dan? Het Europarlement. Hé, opa's, alsjeblieft, zeg niet 's morgens vroeg om 7:45. Stel ik je uit de ruifvreters die rond de tafel zitten nooit een beslissing kunnen nemen. Opa, wij zitten niet rond de tafel, wij voetballen op een veld. Hoi. Ik zie jou nog wel eens in het Nederlands jeugdelftal terechtkomen. Ja. Kom, een beetje positief, Anna. En schiet alsjeblieft een beetje op met je ontbijt. Want Christiane komt straks en ik heb nog een heleboel te doen. Van de tafel af. Oh, opa, komt je meisje vandaag? Ja. Anna, Christiane is niet mijn meisje. Ja hoor, hij heeft er van de week gevraagd of ze met hem wilde gaan achter het fietsenhok. Maar verdomme, ze wil niet. Nee. Ik moet Christiane een beetje helpen met het verzenden van de uitnodigingen voor haar nieuwe tentoonstelling. Oké, ik ga. Doei. Ja, ik kan. Wacht even op mij. Zeg, kan er niet misschien even geholpen worden met de tafel afruimen, even afwassen, even wegzetten? Opa, ik doe het morgen. Ik moet nog even warm lopen voor de training. Ja, en ik doe het... ook morgen. Ja, ook maar. En hebben jullie je vuile was al beneden gebracht? Nee, laat maar. Morgen, opa. Juist. Precies. Waarom is het hier toch altijd zo'n ongelooflijke puinhoop in huis? We missen een sterke, harde leider. Ja. Ah ja, toch, schiet op. Wat heb je nog meer gehoord? Toen ik de jeugdselectie van Sparta trainde, heeft die jongen zijn neus gebroken omdat hij zijn spullen niet had meegenomen. Ach, sodomiet er toch op. Ik heb gehoord dat hij die neus er afgebeten heeft. Ja, en met volle maan groeit de haar op zijn handen en bijt hij de halzen door van jonge onschuldige maagden. Ja, dat doe ik ook, maar bij mij groeit er geen haar op mijn handen. Ja. Ik ben niet bang voor een trainertje, alleen omdat hij een beetje hard is. Nee, ik ook niet. Mij krijgen ze echt niet over de rode met dat opgefokte gelul. Ja, mij ook niet. Oké, mannen, attentie. Sta ze op. Allereerst even dit. Het is een voetbaltraining en geen praatclubje over vermoeide spieren, vergeten voetbalschoenen of een druipneus. Dus ga het veld op en laat me zien wat je kan. Nu! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
Het is geen ballet, het is voetbal! Kom op! Opschieten, kom op! En jij dan, kom eens even hier! Ja? Doorgaan jullie! Ja, we zijn heel aardige paas. Je hebt een hele goede balcontrole. Wat speel je? Libero, meneer. Coach. Libero, coach. Nou, ik heb gehoord dat ze bij het nationale elftal zitten te springen om een goede spits. Ze zoeken iemand met pit, strijdlust en vastberadenheid. Kun je het in de oren knul? Nou, dat lijkt me wel wat. Ik heb altijd graag in de spits willen spelen. Als ze komen zaterdag, speel jij in de spits. Oh, te gek? Ach, wij sporters moeten elkaar een beetje helpen, hè. Maar denk erom, hè. Ik match jou en jij match mij, oké? Oké. Je hebt zeker wat een en ander over mij gehoord, hè? Geroddel en zo. Ach, alleen maar dat u een beetje hard zou zijn, maar dat kan mij niet schelen. Ik ben hard, dat is waar. Maar rechtvaardig en recht door zee. Begrijp je wel? Ja, coach. Mooi, jij bevalt me wel. Maken we na afloop van de training nog even een balletje, oké? Aan het werk! Hé, hey, wat zei die klootzak? Hij is geen klootzak, Erik. Hij is de beste en de slimste coach die we ooit hebben gehad. Fantastisch werk, Harry. Nog maar 300 en dan zijn we klaar. 300? Ja. Zeg, had je geen zelfklevende enveloppen kunnen nemen? Hoe ziet mijn tong eruit? Oh, zo dik als een wollen deken. Ja. Oh, dit wordt de mooiste tentoonstelling die Rotterdam ooit heeft gehad. Champagne, toast met kaviaar. We zullen de dames en heren critici in de watten leggen. Ja, daar kan je dan mijn tong voor gebruiken. Oh, arme schat. En misschien komen er wel verzamelaars uit Londen en Parijs. Echt, Henri, dit wordt het belangrijkste kunstevenement van het seizoen. Deze tentoonstelling betekent heel veel voor me.
Je bent echt idolaat van je werk, hè? Dat is mooi om te zien, hoor. Het is het enige wat ik heb. Hoe bedoel je? Nou, ik ben een oude vrouw, Henri. Geen man, geen familie. Helemaal alleen in dat gigantische huis van me. Als ik mijn kunst niet had. Bedoel je dat je soms een beetje eenzaam bent? Eenzaam? Ach, wel nee. Hoe kan ik nou eenzaam zijn met al die verrukkelijke dingen om me heen? Mm-hmm. En met mijn schilderijen, objecten, installaties. Mm-hmm. Dat is mijn familie. Het is alleen dat... Nou ja, soms weet je dan... Ach. Onzin. Wat dan? Niks. Ik ga nog eens een kopje koffie voor ons maken. Ja. Ja. Ja, dat is een goed idee. Hoor, laat maar. Doe ik. Laat. Dank je. Mevrouw Celandon, 30 milligram anthracine dagelijks. Sorry, Henri, maar ik kan de koffie niet vinden. Hè? Oh, in het rechterkastje, links. En schiet een beetje op, alsjeblieft. Ik wil graag nog een slokje nemen voor de lijm in mijn maag hard geworden is. Ik vlieg al, schat. Ik vlieg. Nou, en toen gaf ik een onwijs mooi boogballetje op het goal. Toen kwam hij op me af en weet je wat hij zei? Dat noem ik nou een boogballetje. Ja! Hoe weet jij dat nou? Helderziende, denk ik. Oh, Rick, je vergeet te vertellen dat hij zijn arm om je heen sloeg toen hij met je voor de ploeg stond. Oh ja, nou ja. Toen sloeg hij zijn arm om me heen en hij zei aanstaande zaterdag komt de selectiecommissie van het Nederlands Jeugdhelft te kijken en er staat Rick in de spits. Is dat kicken of niet? Onwijs kicken. Ja. Onze oude spits Ronnie, die had er de ziekte in. Niet normaal gewoon. Ja, vind je gek. Huh? Ja, maar ik ben heel blij voor jou, Ricky. Je hebt er hard genoeg voor getraind. Ja, niemand heeft ooit zoveel vertrouwen in me gehad als meneer Helm. Hij is hard, maar recht door zee. Oh ja, die draagt zeker zijn boxershort over zijn trainingsbroek. Ja, en een grote S op zijn borst. Superman! Ja, lachen, Annabol. Meneer Helm is toevallig wel het beste wat me ooit is overkomen. Nou, je hebt hartstikke gelijk, hoor, Ricky. Geniet van je moment. Je hebt het verdiend. Ja, bedankt, opa. Zo, en nou is dat moment weer voorbij. Je gaat in je kamer, je pestzooi opruimen en de vuile was naar beneden brengen. En dat doe jij ook, jonge dame. Schiet maar op. Het beste wat me ooit is overkomen. De laatste keer dat je dat zei, had je een brandweerwagen van Sinterklaas gekregen. Oh, hoi opa. Hoi opa, ik zit in de selectie van het Nederlands Jeugdhelftal. Mooi. Je bent laat. Ja. Ik moet 600 uitnodigingen op de bus doen en dichtklikken. Thomas, een lege lap, zeg. Weet jij wat anthracine is? Een of ander medicijn? Ja, maar waarvoor? Geen idee. Ja. Christiane gebruikt het. Het recept viel toevallig vanmorgen uit de tas. Oh. Ja, wat wil je er eigenlijk zeggen, Henri? Nou, dat ik niet hoop dat het voor iets ernstig is. Een hersentumor of kanker. Ah, gaat u weg. Er zijn toch geen pillen voor? Ja. Misschien heeft ze aan bij je? Hey, doe wel hem alsjeblieft. Ja, nou, dat zou toch kunnen? Trouwens, dat zijn jouw zaken toch helemaal niet? Nee. Nee, je hebt gelijk, ja. Nee, maar je had hem moeten zien vanmorgen. Het was heel anders. Ja, ze had het over eenzaamheid, geen familie, alleen in dat grote huis. Ja, zeg, ho. Vrouwen op die leeftijd nemen wel vaker een pilletje, maar daarom gaan ze nog niet dood. Nee. Maar ik zal er toch eens met haar over praten. Nou, dat zou ik niet doen, Henri. Dat kan er wel eens in verlegenheid brengen. Oh, ja. Ik bedoel, stel dat het recept is voor... je begrijpt het wel. Nee, ik begrijp je niet. Ah, kom nou, zeg. Vrouwendingetjes. Oh ja? Ja. Haarverf. Nee. Geen haarverf. Niet. Ongesteldheid, de overgang, sinaasappelhuidje, ga maar door. Dat zou wel eens een vreselijk pijnlijk onderwerp van gesprek kunnen worden, zeg. Een vreselijk pijnlijk onderwerp van gesprek. Dat doe ik gewoon niet, zeg. Zand erover. Ik denk er niet meer aan. Nee. Goedemorgen. Wat kan ik voor je doen? Het is nogal een delicate kwestie, begrijp je wel. Ik begrijp het volkomen, meneer. Heeft u de voorkeur voor gerippeld of wilt u gewoon glad? We hebben een grote variëteit van kleuren. En de fantasie fruitselectie biedt zelfs verschillende smaken. We hebben aardbei, sinaasappel, banaan. Banaan? Maar wat moet ik met een banaan? Geen banaan. Wat zou u denken van zwart? Heel opwindend. Zwart? U heeft gelijk. Dat is veel meer geschikt voor de wat ondernemende jongeren. U wilt dus een pakje doodgewone recht op en neer. Mevrouw, ik kom helemaal niet om iets te kopen. Ik kom om u advies te vragen en dat is nogal persoonlijk. Oh, neem me niet kwalijk. En meestal als de wat oudere heren je iets wat bedremmeld binnenstappen, dan willen ze... Waarmee kan ik u van dienst zijn?
Het betreft een hele goede vriendin van mij. Nou, dat zat ik toch aardig in de buurt. Ja, de dame in kwestie gebruikt namelijk anthrocyne. Oh. Ja, en nu vroeg ik mij af of u mij zou kunnen vertellen waartegen dit middel wordt voorgeschreven. Oh, ja. Ja, u zou mij geweldig geruststellen als ik wist waarvoor zij behandeld werd. Ja, dat begrijp ik, maar ik betwijfel of ik u gerust kan stellen. Hoe bedoelt u dat? Nou ja, anthrocyne wordt voorgeschreven voor hartaandoeningen wanneer niks anders meer helpt. En als uw vriendin anthrocyne slikt, ja, dan ben ik bang dat het er niet zo goed voor eruit ziet. Hé, hey, Bergkamp, klaar voor de grote wedstrijd? Ik dacht het wel. Ik ben hartstikke jaloers op je klootzak. Ik zou 100 golven over hem om te scoren zaterdag. Ja, daar zouden we allemaal wel een paar flappen neer voor willen tellen om jou eens een keer te zien scoren. Ik heb vorige week onwijs mooi doelpunt gemaakt tegen Excelsior. Ja, de bal het net in kop omdat je over je veters heen struikelt, dat niet echt mee. Zeker niet als het in je eigen goal is. Nou, maar Ronnie zit nu wel mooi op de bank. Ja, dat is best lullig, want hij is best in vorm. Zoveel beter vind ik Rick niet. Ja, dat hoef jij ook niet te vinden als de coach het maar vindt. Oké, meiden, genoeg geluid voor vandaag. Vooruit, het veld op. 1-2, 1-2, go! 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, kom! Met jou wil ik nog even praten. Ben je fit? Helemaal, coach. Heb je er zin in? Onwijs, ik vreet ze allemaal op. Mooi zo, zo mag ik het horen. Weet je, een jongen zoals jij zou het helemaal kunnen maken, weet je dat? Slim, fit, populair. Jij zou heel veel kunnen betekenen voor je club, voor je school, voor je hele gemeenschap. Ik hoop het. Ik ben zelf lid van een club. Als je misschien interesse hebt, ben je van harte welkom. Wat voor club is het? Fitness? Geestelijke fitness. Is dit maar eens? Dat kan je een beetje wegwijs maken. Holland is vol? Onder andere. Het is een soort discussieclub. We nemen een pilsje en we discussiëren wat over politieke en sociale problemen die belangrijk zijn voor ons land. Zoals immigratie en burgerrechten. Je kent het wel, dat soort dingen. Ja. Zaterdag na de wedstrijd is een bijeenkomst. Als je interesse hebt, ben je van harte welkom. Lid van de selectiecommissie komt ook. Ik weet niet of ik zaterdag wel kan. Ja, ik wil natuurlijk helemaal zelf weten, maar denk erom. Ik match jou en jij match mij. Oké? Okay? Kom op. Willem! Ja? Willem! Ik weet waar anthrocyne voor is. Hey, ik heb je nog zo gezegd, bemoei je er niet mee. Is tegen hartklachten. Ach. Ja, maar ik vind het echt heel... Ik ben zo op Christiane gesteld. Ja, dat weet ik wel, Henri. Hou nou even. Je hebt hartklachten en hartklachten. En met die medicijnen van tegenwoordig kan je een boel genezen of onderdrukken. Ja, maar anthrocyne geven ze alleen als er niks anders meer mogelijk is. Ach, die arme Christiane. Zeg, alleen in dat grote huis. Stel je voor dat haar iets overkomt. Stel je voor dat ze niet meer voor zichzelf kan zorgen. Rustig nou, Henri. Dat zien we tegen die tijd wel weer. Ja. Christiane zal een man moeten hebben om haar te steunen. Natuurlijk. Dat is het. Dat is de oplossing. Waarom trouw jij niet met haar? Wat zei je nou? Nou ja, het is toch overwegen waard. Maar natuurlijk, ouwe jongen. Hoewel, als het natuurlijk onzin zegt. In de eerste plaats kan ik hier helemaal niet gemist worden. Ach, jawel. Jouw geluk staat bij ons op de eerste plaats. Ja, in de tweede plaats ben ik veel te oud. Wel, nee, joh. Er zijn ze wel van die oude knarren die met jonge meisjes trouwen. Ik zou het maar proberen. Probeer het. Ach, nee, schijn het toch alsjeblieft uit. Het was maar een hersenspinsel. Ik denk er niet meer aan. Alleen als ik aan Christiane denk, alleen in dat... In dat grote huis, ja. Maar dat moet je natuurlijk niet zeggen als je het huwelijk vraagt, hè. Dat je het uit medelijden doet. Maar om haar verblindende schoonheid, haar sprankelende geest, afijn, dat weet je allemaal zelf beter. Ja. Ik kan wat dat betreft een woordje wel doen, hoor. Ja, maar doe dat dan. Ja. Wil je misschien dat ik met je meega? Nou, ik vind het wel heel... Willem, jij zit mij op een ongelooflijke manier te belazeren. Nee. Dat is niet mooi van je. Ja, maar dat doe ik helemaal niet. Ik meen het oprecht, echt waar. Grijp je kans, Henri. Ja. Met beide handen grijp hem. En dan maar hopen dat zij hem ook grijpt. Ja. Ik denk dat jij daar nog eens heel vreemd van zou kunnen opkijken, meneer Bol. Nee, dat denk ik niet. Want vreemder opkijken dan nu, dat kan al bijna niet meer. Hey, Bolletje, hallo. Zo, wat is er aan de hand, joh, met iedereen? De opa's die lopen ook al met zulke gezichten door het huis. Het lijkt wel een nieuwe aflevering van het kleine huis op de prairie als de pest is uitgebroken. Wat is er? Niks, ik lig een beetje na te denken. En, hoe bevalt het? Even niet leuk doen, alsjeblieft. Oh, nou, sorry hoor, neem me vooral niet kwalijk. Prettige dag nog. Anna!
Ja. Heb jij wel eens iets onwijs graag gewild? Ja, natuurlijk. Hoezo? Maar als je dan zou weten dat je daardoor gigantisch in de stront zou komen, wat zou je dan doen? Zo, wat heb jij uitgevroten, Rickbol? Nog niks. Die Helm, je weet wel, die nieuwe voetbalcoach. Ja? Die zit bij extreem rechts. Wat? Je bedoelt die Holland is vol fascisten? Weet je dat zeker? Ja. Ja, hij gaf me dit. Hij wilde dat ik zaterdag meega naar een partijbijeenkomst. Oeh, joh, linkersoep. Heb je dan met de opa's over gesproken? Nee, stel je voor, ik zie het al voor me. Het enige wat opa Henry ervan kan weerhouden om die zak zijn nek om te draaien, dat is omdat opa Willem sneller is en het al gedaan heeft. Zo'n zak kan toch niet zomaar leden van de club ronselen? Heb je dat al aan iemand op de club verteld? Nee, maar nou, die Helm heeft me heel goed duidelijk gemaakt dat als ik niet meega naar die partijbijeenkomst, ik ook niet sta opgesteld. Ja, dan maar niet. Nee, ja, dat weet ik ook wel, maar ik zat te denken, hè. Die selectiewedstrijd is over 2 dagen. Als ik nou het spelletje meespeel tot na de wedstrijd en daarna zeg dat ik niks met die klootzakken te maken wil hebben. Ja, maar het is onwijs belangrijk voor me, Anna. Ik ben hartstikke in vorm en bovendien komt Marijke de Vries de wedstrijd verslaan voor onze schoolkrant. Marijke de Vries, wie is dat nou weer? Een nieuw vriendinnetje? Nee, nog niet. Ze zit in 5 VWO, maar je kent haar niet, want ze is pas nieuw. Maar die heeft een paar blauwe ogen, niet te weinig. Barikbol. Anna, begrijp nou alsjeblieft een beetje wat ik bedoel. Ja, ik begrijp wel goed wat je bedoelt. Je wil meedoen met die racisten om de blitz te maken bij een meid met een paar grote tieten. Waar houdt het op? Ja, hoe bedoel je? Ik bedoel gewoon dat je de waarheid moet vertellen aan de voorzitter over die rotzak. Ja, dat weet ik, maar dat ga ik ook doen, zeker. Maar denk je dat dat heel veel uitmaakt of ik het doe voor of na de wedstrijd? Ja, en dat weet je zelf heel erg goed, Rickbol. Kut. Alsjeblieft. Oh, Henri, dat had je niet mogen doen. Maar ze zijn schitterend. Ja, ga zitten. Op mijn stoel, daar zit ik altijd. Maar nu ga jij er zitten. Nu, comfortabel, hè. Henri, waarom moest ik nou zo plotseling komen? Je weet dat ik het zaterdag altijd zo vreselijk druk heb. Ja, ledigheid is des duivels oorkussen, hè. Nee, dat gesprekje van vorige week, dat spookte mij steeds door het hoofd. Oh, en? Christian, ik vind dat er maar eens wat knopen doorgehakt moet worden. Nou, Henri, dat kan nooit kwaad. Maar welke knopen bedoel je precies? Ja, Christian, je maakt het me ook niet echt makkelijk, hè? Niet gemakkelijk, Henri, wat bedoel je nou toch precies? Lieve Henri, komt ter zake. Ja, Christian. Ja? Zou jij mij de eer willen aandoen? Oh, Henri. Oh, allerliefste Henri, wat geweldig. Wat fantastisch. Wat maak je me daar gelukkig mee? Het antwoord is natuurlijk ja. Oh, wat heerlijk. Wat zalig. Wow. Ja. Oh, nou, ik ben blij dat je er zo over denkt. Maar er moet natuurlijk wel het een en ander besproken worden. Oh, ja, maar natuurlijk, schat. Je krijgt een volledige briefing. En ik zal je een paar artikelen sturen van bevriende critici. Artikelen over jou? Over mij? Ja. Nee, gek. Over Mariato natuurlijk. Oh, schat. Ik kan je niet zeggen hoe heerlijk ik het vind dat jij mijn tentoonstelling gaat openen. Weet je wat het is, Henri? Zo'n ex-burgemeester, dat geeft gewoon net dat beetje meer waar de mensen voor komen. Ja, maar dat bedoelde ik niet helemaal. Oh, nee? Nee. Henri, maak me nou niet diep ongelukkig. Och, natuurlijk niet. Dit tentoonstelling open ik graag. Maar ik had je eigenlijk willen vragen of je met mij wou trouwen. Trouwen? Ja. Met mij? Ja, met jou. Ik zie niemand anders hier in de kamer. Maar Henri, dat is toch belachelijk? Oh ja, nou, dat zijn wel meer oudere mannen die... Maar schat, oh lieve schat, daar gaat het toch helemaal niet om. Lieve schat, wij zijn 2 onmogelijke mensen. Dat wordt een regelrechte ramp. Oh, ja. Nou ja, als je het zo ziet. Ja, natuurlijk zie ik het zo. En jij moet het ook zo zien. En je niet laten verblinden door mijn verrukkelijke schoonheid. Zo. En nou moet ik vliegen, want mijn moeder moet voor de lunch de pillen nog innemen. Pillen? Ja, androcine voor de hart. Dat haal ik 2 keer per week verderop. De schat is 92 en het is al een hele klus voor haar om zich aan te kleden. Salut, hè? Christian! Jezus, vrouw. Oh, wacht. Henri, retorisch vraagje. Heeft ze nee gezegd? Willem? Ja? Ik heb het opgeluchte gevoel door het oog van de naald te zijn gekropen. Hey, proficiat, dan gaan we nu naar de selectiewedstrijd van Rick. Ja.
Zenuwachtig, Ricky. Sst. De maestro concentreert zich. Kom op, mannen. We gaan er tegenaan vandaag. En denk erom, geen medelijden, hè? Als een van die schoften ons stadsgebied binnenkomt, haal je hem onderuit. Begrepen? En blijven schoppen tot hij niet meer beweegt, zeker? Onze nieuwe spits heeft er zin in. Heb je zin in de wedstrijd? Ontzettend veel zin, coach. Mooi, mooi. Sta eens even op. Nou, de selectiecommissie zit al op de tribune, dus maak er maar iets moois van. Voor God en vaderland. Vergeet het maar, coach. Wat zeg je nou? Ik speel voor geen meter zolang jij coach van onze club bent. Zullen we nou beleven? Hou jij je grote bek eens eventjes dicht, jongetje. Ben je helemaal ballazen? Ik zal jou eens even heel iets anders vertellen. Ronnie, trek je trainingspak uit en ga je warm lopen. Jij speelt helemaal niet meer vandaag. Jongens, onze geachte coach hier is lid van extreem rechts. Ik mag in de spits spelen als ik ook meespeel in het racistische partijtje van hem en mijn teamgenoten meeneem. Nou, coach, steek die wedstrijd maar in je reet. Ik ga nu naar de voorzitter van de selectiecommissie. Breng je poten stil, bot. Kom hier, kaffer. Kijk, nu doe je de beide beslagen in de bakvorm tegelijk. Hoor, onze champignonnetjes komen eraan, geloof ik. We are the champions of the world. Hoe is het gegaan? Oh, fantastisch. Ik ben onwijs trots op mijn kleinzoon. Ja. Heb je toch gespeeld? Ja, en hoe? Hij heeft 3 doelpunten gemaakt. En wat voor doelpunten? Dus je zit in de selectie van het Nederlands jeugdelftal? Ja. Rotzak. Maar ik heb eerst de coach eruit geschopt en alles aan de voorzitter uitgelegd via de speakers van het hoofdveld. Ja, die meneer Helm is een hele diepe kuil aan het graven om zich te verstoppen, hoor. Yeah. He is my champion. He is my champion. Hey, bezoek voor je. Hoi Rick, ik had je nog gezocht naar de wedstrijd, maar ze zei dat je al weg was. Dit is Marijke de Vries. Hallo. Hallo. Ja. Ik wilde graag een interview met je houden voor in de schoolkrant. Ik vind het onwijs dapper wat je hebt gedaan, hoor. Oh, nou, zullen we dan maar even naar mijn kamer gaan? Oké. Dag. Nou, ja. Dag. Hoe krijgt hij het voor elkaar, hè? Iedere keer weer. Ja, hoe krijgt hij het voor elkaar? Ja. Opa, Henri, waar ook. Die lange dame met dat rode haar kwam nog even langs met een kleine attentie voor u. Ach, wat alleraardigst. Envelop om te likken! Henri, daar zou ik een fris glaasje wit bij nemen. Uitstekend idee. Ja, uitstekend idee. Ja, jongens, help even. Ja. Oh!